We zitten nu even te eten. Niet omdat ik honger heb, maar omdat we gewoon een soort van moeten verstoppen. Er is een man, een beveiliger. Die zit nu te kijken, je kan het waarschijnlijk niet zien. Rechts van me. Wat kun je daarmee, dan test je bedden denk ik. Waar moet de bed allemaal voldoen? Hij moet dus lekker liggen, veren, wippen. Ja. Laten we gewoon naar een beddenzaak gaan en even kijken wat het beste bed is. Dus we gaan gewoon langs een beddenstore, dan gaan we gewoon erop springen en dan gaan we kijken welk bed het beste uitkomt. Ja. Ja? Laten we dat gaan doen. Ik denk het ook. Nou, choppie choppie. Hop doei doei. Dan zijn we dan in de mooiste stad van heel Nederland. Yay! En we gaan lekker bedden testen. Ja. Ja. Burger King. Albert Heijn. Voor het ontbijtje. Prosecco zit erin, croissantjes. Hoort erbij. Ja. Hè? En ik ga hier aantekeningen op maken en we gaan kijken welk bed er het beste uitkomt. Ja. Nou, daar gaan we dan. Oké, helemaal niet wachten. Ho, dat is best spannend. Zullen we even kijken of dat goed gaat? Ja, nou, bed nummer 1. De Alping Original Boxspring. Schrijf hem even op. Oeh, jezus. Ja, doet het. Zo, dit is een lekker bed. Nee, nee. Doe het nou. Kai, help me. Stop ermee. Hoe wipt hij weg? Hoe wipt hij weg? Van een 10 denk ik toch wel een 7,5. Een 7,5 voor het wegwippen? Ja. Nou, hij ligt goed. Hij veert ook goed. Wat is de bedoeling? Licht. Zou je hier en mevrouw? Goed. Wij zijn van het beddentestcomité. Dat mag u dan even melden, dat vindt u niet? Om zomaar op mijn bed te gaan zitten. Nou, het zijn wel mooie bedden, meneer. Wij beloven dat we hem wel weer opmaken, want dat is wat minste wat we kunnen doen, denk ik. Het zijn mooie bedden dit, want hoeveel kost deze nou ongeveer? 3.500. Nee. Even melden. Ja, oké, is goed. Ik zou, bij wie zullen we dat even doen dan? Nou, even met mijn collega. Ja, is goed. Ja? Gaan we even melden. Maar vooralsnog heeft hij een 7,5 te pakken. Nou, dan heeft hij aardig gescoord, jongens. Dan gaan we op naar de volgende, denk ik. Oh, een klein winkeltje. Heel klein. Goeiedag. Wij komen eigenlijk even kort gezegd wat bedden testen. Vonden we grappig. En dan gaan we dan een verslagje van maken. Ja. En we kijken, zeg maar, wat doe je allemaal in een bed. Schoentjes even hier netjes op. Ja, 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 ja. Hoe ligt dat? Oh, je voelt meteen dat je hele rug, zeg maar, wordt gewoon helemaal recht getrokken. Jeetje. Dit ligt wel echt heel lekker. We gaan nou daar datgene doen wat je wilt. Mag er een dekentje erbij? Nee, zal ik jullie even indekken? De krachtpasser van de bedden die we hier hebben gehad. Ik denk niet dat we hierna nog een beter bed gaan vinden. Nee, dat denk ik ook niet. Het woord beter bed moet je niet zeggen. Ik denk dat we hier met een hele goede 9,5 weggaan. Nou jongens, we gaan ook naar de volgende. Ja, ik vind het prima, René. Ik ben er nou toch. Oké, we gaan. Wacht. Hey, hoe ligt het? Ja, ik vind het wel lekker, hè? Gelijk in bed. Holy shit, er zit cola in, gek. Weg je mee. Hier, kijk. Er zit een vlek op. Kai, ga je even kijken of dat vlekje nog weg kan? Deze zijn we gewoon klaar mee. Zou je erin blijven liggen? Maar ja. Een zeventje. Nou, we gaan aardig. En dan een wulpse lange nacht gehad. En, ik vind het heel... Nee, dit is voor mij... Dit is voor mij een 6. Een 4,5. Ja, een 4,5. Gaan we mee stoppen. Ja. Deze vind ik het mooist, toch? Ja, sorry. Oh. Ja, dat gaan we niet doen. We gaan niet op Moet een beetje checken of de vering een beetje van het bed. Ja, maar dat doen we liggend. Oh, okay. Matrassen, daar moeten we op zitten en liggen. Daar mag je niet plaatselijk op staan. Nou, dat gaat niet meer, niet echt, hè? Hoe zit het dan? 10? Ik weet niet. Nou, dit is een... Oké, jongens. 5,5. Ga maar de winkel uit. 5,5? Ja. Het is echt heel hard. Wat is hier nou speciaal aan met dit? Ik ben wel klaar met jongens.
mooie bed. Maar die twee winkels hebben net gebeld. Nee, die hebben jullie ook al aangesproken. En die geven aan dat jullie toestemming hebben gekregen. Moderne vorm van toestemming nemen was het eigenlijk. Maar wil jullie alsjeblieft nu stoppen met... Ja, is goed. Wil jij nu even stoppen met... Hi, nou, we zijn net weggestuurd uit de woonmal, dus we zijn maar even naar IKEA gegaan. Ja, even kijken of het hier wat beter lukt, want we werden de hele tijd gestoord, man. Ja. Bij de bedden testen. Jezus, maar wat gaan we dus nu? We gaan een soort bed Olympics doen, toch? Ja, man, we gaan fucking bed Olympics doen. We gaan kijken over hoeveel bedden we heen kunnen rollen, bollen, snollen, voordat we gepakt worden. Beddenparcours. Ik heb de lamp, hè? Ik heb de lamp. Oh! Nou, bed is goed. Is goed. 6,5. Nou, we zijn dus hier in IKEA en volgens mij is er al doorgebeld onderling dat wij er zijn, want we zijn net al binnen. En de beveiliging is al op zoek, dus we gaan er echt. We gaan maken er gewoon een soort stoppetje van. Ja. We moeten of heel snel die bed op, of we moeten een stoppetje gaan spelen. Ik denk een stoppetje. Maar denk je dat hier overal camera's zijn? Ik veel, we zien het wel. Dat is een camera was weg en niet te gek van de dag. Hoe duur is deze dan? Dat is niet duur. Het is wel gaaf, weet je, dan heb je een soort tent. Goeiedag. Hallo. Hallo. Lekker hè? Hallo. Hi, goeiedag. Hi, Robin. Dus we willen jullie vragen om met de camera het gebouw te verlaten in ieder geval. Wat jullie mogen doen is gewoon winkelen en dat soort zaken. Maar wij kunnen het niet toestaan dat jullie hier filmen. Nou, we zitten nu even te eten. Niet omdat ik honger heb, maar omdat we voor zo'n soort van moeten stoppen. Er is een man, een beveiliger. Die zit nu te kijken, je kan het waarschijnlijk niet zien. Rechts van me. Nou, we gaan het nu toch doen. Het is super eng. En adrenaline giert door mijn lichaam. Maar we gaan dus nu wel van alle kanten in de gaten worden gehouden. Dit wordt ook gezien. Dat het doordien gefilmd wordt, gaan we toch proberen die bedden Olympics te doen, toch? Ja, ja. Moeten we een beetje tactisch gaan doen, want echt iedereen kijkt mee. Ja, zijn we zo snel mogelijk weg. Ja. Zo kapot om die gozer, die loopt heel de tijd achter ons aan. Ja. En die schieten we naar links en naar rechts en dan blijft achter ons aan. Bingo! Oh. Shit! Je hebt gewonnen! Raaf gaat de Bed Olympics doen. Ja. Net even in 120 seconden. 3, 2, 1, go! Sneller, sneller! Dat kan toch niet! Oh, dat kan niet! Daar gaan ze! Ik ben nou bijna bij de uitgang. Ik ben iedereen kwijtgeraakt. Dus ik ben benieuwd of Raaf veilig buiten is gekomen. Of dat hij ondertussen een veiligingshokje zit. Fuck dit jongens. Dit is echt even niet oké, hè? Dit. Wow, ze zat echt een roze aan net. Ja, vind je het gek? Hij liep door een bed heen, man. Dat is niet de bedoeling. Het was super spannend. Nou, ik vond dat wel echt. Ik vind het echt een kutberoep. Ja, we zijn overal weggestuurd. Ik doe het nooit meer. Ik ook niet. Eén dag was genoeg. Nee, maar vond jij dit nou wel een leuke video? Like ons dan even op YouTube. Instagram. Vond jij dit nou een leuke video en vond je dat Raaf heel mooi door de lattenbodem is gezakt? Like dan deze video. En abonneer. Vergeet niet ons te volgen op social media zoals Instagram, Twitter, Facebook. Ja, gewoon doen. Gaan doen. Doeg! Tot volgende week. Hoi hoi. Oh, moet ik het op.